Hey, goedemorgen. Ik ga allemaal gaan zitten. Ik weet niet of iedereen koffie heeft. Goedemorgen, hier in live in Utrecht. En ook een aantal mensen die online ingebeld zijn. Dus weet dat er een hybride sessie is. Laat ik daar ook rekening mee houden. Welkom hier in Utrecht. Welkom Stefan. Goedemorgen. Welkom namens het bureauprogramma hier bij TNO, in de gekrocht van TNO. We zitten helaas in dezelfde zon op daglicht. Maar dat, is, dat past bij dit weer, dus dat is alleen een goed ding. Maak straks gebruik van in de pauzes om ook even naar buiten te gaan, want daar is wel daglicht. Mijn naam is Wilfried Terboerts. Ik ben de SLA-manager en beheersmanager van het bureau. Ik zal jullie door deze sessie en deze vlakte leiden. Deze demo. Eerst misschien wat huishoudelijke. Ja, kijk. Dankjewel, ja. Ja, namens alle makers van Droom, niet alleen in het TNO, maar zeker ook Geonopen, die op standaard staat. En PDOK, die ook een deel van de uitgever doet. Dat doen we allemaal in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Even een huishoudelijke ding. Dit is wat ik al zei, hybride. Ik vraag zo even aan de mensen die licht moeten staan. Kan ik zonder microfoon of zo doorpraten? Als er niet zo is. Naar NST. Ja, we maken wat foto's vandaag. Onder andere van social media. Als je daar problemen mee, steek dan je hand op. Dan filteren we hier, hè, vandaag. Ja, rond, toiletten die zijn hierachter. Dat is ook wel handig om te weten als je nodig moet. Kan ook via de hout weer daar naartoe. Nou ja, de rest zal zich wel wijzen. Ik zal het eind van de keten demo noemen wat er vandaag nog meer te doen is. En waar het zal zijn. Dus dat is wel handig om dat aan het eind van de sessie te doen. Ik verwacht ook dat de mensen van binnen druppelen. Dus dat ik handig om dat te eind. En telefoon op stil. Ja, dat is een logische vraag. Mocht jullie tussen nog werkplekken nodig hebben, schiet er even staan. Ik kan ook in het restaurant. Naar de andere kant, bij de sessie bij binnengekomen ben ik al naar rechts. Nou, dat wijst zich vanzelf in de partij. En dan gaan we meteen door naar ketendemo. Even het doel van een ketendemo. Het doel is om mensen te informeren, maar vooral om feedback te ontvangen. Nee, dus live, en dat is nog veel prettiger. Praat ik ook makkelijker. Geef aan wat jullie van vinden, want dat gebruiken wij weer om eventueel ons werk bij te stellen. En we kijken altijd even vooruit naar de komende periode. Hè? Wat is de roadmap? Wat hebben we gepland? Wat denken we dat we gaan plannen? Wat jullie kunnen meenemen in wat er eigenlijk. En vandaag in de ketendemo staat de bron aan het betaal en vooral naar de security en de veiligheid ervan. We gaan Teco Gratis, product manager van de bron, en Sjaar, Kerks, product owner van de bron, en ook van de bron aan het betaal onder andere, jullie al voorbij gaan. Dus ik denk Stefan, dat Bart zelf schiet. Laten we doorklikken als. Ja, die zitten gewoon in. Ik heb gisteren iets van de kant van op die deur ook deze deur. Hij mag wel open trouwens. Ik heb daar op een keer gehad. Dat doet hij niet. Maar Stefan, ik heb wel opgelost daarachter. Nee, dat is goed. Op die manier weer in het verstand als op de deur is. Goedemorgen, Stefan Gouters, ik ben de product manager van Bureau. En we gaan vandaag beginnen met een stukje verhaal over het bronnenbetaal. En wat daar allemaal aan het veranderen is en wat er in de toekomst, en de nabije toekomst, wat meer aan gaat veranderen. Voordat we op de details ingaan van wat er dan precies gaat gebeuren, gaat Sjaak vertellen. Waar is iets over waarom we dat eigenlijk doen? De bron is natuurlijk in het programma gebouwd. Programma van 5 jaar. En in dat programma is ook een structuur opgesteld waar we ons allemaal aan
zouden moeten houden binnen de basis. In die architectuur staan ook vooral dingen over veiligheid en over toegang. En dat zijn met name de dingen waar de veranderingen ook van toepassing zijn. En die toegang is eigenlijk in twee verschillende functionaliteiten verdeeld. Eentje gaat over authenticatie. Op de basisregistratie weet wie je bent als je aan de deur klopt. De andere gaat over autorisatie. Op de basisregistratie weet wat je mag doen als je helemaal binnen bent. Los van die architectuur, daar liggen allerlei andere principes en uitgangspunten achter die aan ons worden opgelegd vanuit de overheid als zodanig. En die zijn allemaal vastgelegd in de normen en in de WIP. En daarachter liggen we alle ISO-normen, dus dat is echt een heel circus randvoorwaarden waar je aan doet. Implementatie die we daarin gekozen hebben om aan al die veiligheidsvoorschriften te voldoen. Is aan de ene kant die erkenning, als je paspoort hebt, die zegt van ja, oké, dit ben ik. En dat is een officieel erkend identificatiemiddel. En als je rechtstreeks op de webservices aansluit, moet dat met een beperking overheidscertificaat. Wat ik zei, als je dan eenmaal bekend bent, met de basisregistratie, weet wat je allemaal mag. En in de architectuur staat dat we dat op één plek vastleggen. In plaats van op meer dan. Hoe ziet er dat dan uit? En het meest simpele maken van de basisregistratie. Hier en daar op afkortingen, WHP, volgende op taal, wel bekend, maar ik ga hem stemmen. Landelijke voorziening, VOLV. En tussen die twee, volgende op taal en landelijke voorziening, zit op dit moment nog het internet. Omdat die twee op aparte infrastructuur draaien. Volgende op taal draait op een standaard platform. En landelijke voorziening aan infrastructuur van tegen. Daar zit internet tussen. Dat is ook een van de redenen waarom we het probleem hadden met het aanleveren van grondwater. En tussen de twee praten we met elkaar met de topservices in zo'n PTI-overheidscentraal. Als gebruiker, ja. Als gebruiker wil ik maken met het opnameportaal. Daar kun je je identificeren met je herkenning. Met username wachtwoord. Dat hebben we gedaan in het programma. Om het wat laagdrempeliger te maken. Maar dat is in ieder geval niet wat in de architectuur staat. Daarom heb ik het ook gemaakt. Dat niet compliant is met de spelregels die we met elkaar hebben. Er zitten ook webservices op het online portaal. Geen SOAP, maar REST-services die dan zitten. En de toegang daar is geregeld via tokens. In heel veel tokens, zijn er wel. En ook dat is niet zoals we het zouden moeten doen. Iedereen dat we het zo hebben gedaan, die zijn relatief valide. Dus we hebben bewust en inmiddels een beetje afgeweken van de architectuur. Maar het is wel tijd om daar weer teugels wat voor aan te trekken. Dus wat willen we doen? Waar we zijn in 2023. Dat hebben we al een klein eindje op schrijf. Dat is in ieder geval die grote hoeveelheid token aan te brengen. Dat dat gecontroleerd wordt, controleerbaar is. En ook dat we zeg maar, qua geldigheid niet al dus naar wat meer controle worden. Er zijn nu gewoon te veel die dingen die in ieder geval ook en iedereen kan ook wel bij niet hier gebruiken. Tja, ik zal ook van. Dus dat willen we terugbrengen naar één token per organisatie. En we willen de basic authentication met username en wachtwoord ook afschaffen. Zodat je daar gewoon wat meer controle hebt. Die aan de voorbeeld staat. Als we dat hebben gedaan. Hebben we ook de verstrengeling die er is ontstaan in het online portaal tussen authenticatie en autorisatie. Daar is gewoon functioneel dingen nog een beetje door elkaar gekomen in de afgelopen jaren. Dat willen we weer zuiver aan elkaar. Dat we eerst mensen identificeren en daarna pas zeggen wat je dan mag.
Maar een reden om dat aan elkaar te trekken is, want als je dat eenmaal zo netjes functioneel gescheiden hebt, kun je ook hier aan de identificatiekant, zeg maar, makkelijker keuzes maken als dingen veranderen. En nu, wat allemaal in elkaar behaspeld zit, ja, maak ik dat van wat je wil. Daar hebben we het om 2023. En we zijn nog steeds niet helemaal compliant, het is nog steeds een beetje rood. En uiteindelijk willen we in de toekomst, zeg maar, ook hier zijn we toegang op de aanbieding voor de taal. En daar kun je wel een stevige authenticatie op zetten. Zodat we dan wel volledig compliant zijn met de architectuur die we ondertussen bij het gast hebben. Maar in 5 jaar, om even aan te geven dat we best een tijd hebben genomen met z'n allen om te wennen aan de basisregistratie. Om te kijken hoe dat allemaal gaat functioneren. Die tijd hebben we allemaal nodig gehad. Dat is verder prima. Maar we willen naar de toekomst toe gewoon wel weer onszelf aan de spelregels. Die we meteen door de ZK opgelegd krijgen. En die gewoon gelden voor alle basisregistraties in de volle breedte en dus ook voor de en uiteindelijk moet je hier tussen bonnenverhaal en de landelijke voorziening ook als van die op de koppeling die daartussen zit. Die zit ons in de weg qua performance, die zit ons in de weg qua optimalisatie van het gebruik van de basisregistratie, qua optimalisatie van de hele softwarebibliotheek die daarachter zit. En uiteindelijk heeft dat ook consequenties in de beheerbaarheid en de beheerbaarheid van de registratie in het geheel. Dus daar moeten we op maken. Wat we hier echt één voordeur hebben, alles wat erachter zit, op één systeem draait, zeg maar, zodat we dat kunnen optimaliseren wat we daar nodig hebben. Dat even als aftrap van waarom we dit aan het doen zijn. We beseffen ons te weten dat dat consequenties heeft voor iedereen die al gewoon gewend is om met de basisregistratie te werken en dat daar dingen gaan veranderen. Het is niet per se een keuze. We hebben 5 jaar lang dit gedaan en we gaan nu direct dat de spelregeltjes invullen zoals we dat in elkaar hebben. Ik zag het nog. Ja, Steven, als jij in een project een opdrachtnemer moet toegang, is dat een token en gaan die er nou uit? Of? Er komen nog heel veel slides met details die precies dat soort dingen duidelijk. Zijn er over deze achtergrond van waarom die veranderingen zijn? Vraag. Ook in de chat misschien? Nee, dat is niet waar. Oké, dan geef ik het woord aan Sjaak die alle details en de vraag zoals zelfs wat u gaat beantwoorden. Dat hoop ik in ieder geval. Welkom allemaal, ik ben Sjaak Dirkster, ik ben de product owner van de landelijke voorziening, onderhoudtaal en tegenwoordig ook het loket wat erbij hoort. Stefan, heel blij om uw lancering. De shopinterface aan zich gaat niet verdwijnen, hè, die hebben niet gekoppeling vast, maar wel tussen het onderhoudtaal en de landelijke voorziening. Ja. En dus even doorstellen, mensen die ja, die shopinterface direct inkoppelen, dat valt wel echt op. Volgens mij in de tijd. Ben ik verstaanbaar trouwens, iedereen? Ja. Mooi. Allereerst ben ik blij dat ik een item-presentatie heb geleverd. Dat is heel lang geleden, maar goed. Het mercy hier binnen. Ja, ik mag deze. Ik heb even een plaatje geschetst. Eens even kijken. Kijk, kom. Hoor ik nog steeds? Nou. We hebben niet zo heel veel. Dus, Ik ga even testen. Ja, maar even testen. Dankjewel. ik heb een plaatje geschetst dat Stefan min of meer ook al geschetst heeft aan de linkerkant. Dus we hebben een bronhouderportaal en de toegang tot het bronhouderportaal is geregeld op 2 manieren. Namelijk via een webinterface, waar je gewoon zelf als gebruiker erbij loopt. Die bron dan? Ja, dat is goed. Ah, kijk.
Dank je wel. De gebruiker kan direct via de website hier inloggen op het Bonhartaal. Dat is weer allemaal al bekend. Daar zijn we op dit moment door Stefan al aangehaald. Daar kunnen we nu inloggen met het e-mailadres. Straks in de druk. En we hebben de REST-interface. En die REST-interface die wordt aangeroepen door software die geleverd wordt door softwareleveranciers. Ja, die draait en waar onhouders en daar leveranciers gebruik van kunnen maken. Dat aan deze kant van het verhaal, en zoals jullie het ervoor gebruikt. Aan deze kant even aangegeven, er komen daar een aantal slides. En in die slides wil ik aangeven waar we mee klaar zijn, iets gedaan, waar we mee bezig zijn en wat nog gepland is komende tijd. En het is een heel stappenplan wat we hier proberen te doorlopen. Even werken. Dus waarom nu een aanpassing op dit moment? We zijn ook begonnen om de toegang zo laag mogelijk te maken. Dat had Stefan al gezegd. Dus we willen eigenlijk niet te veel barrières opwerpen om in te koppelen vanuit software of dat grondgoed. Dus we hebben gekozen voor een strategie met webtokens. Dat heb ik al over 5 jaar geleden. Hoe werkt dat nou? Je loopt in op zo'n bonhouderportaal, je maakt een marketing aan, binnen een marketing maak je een token aan, je bestrijkt de token en uiteindelijk kun je dat gebruiken in de communicatie tussen de software van de softwareleverancier en het bon. Maar ja, wat zagen we op een gegeven moment? Doordat we koppelen aan die marketing, dat token, ontstonden er heel veel marketingen binnen projecten en elke marketing had ook weer zijn token wat je moet managen. Dus vorig jaar merkte ik al een aantal softwareleveranciers die zeiden van ja, dan moeten we 300-400 tokens gaan managen. Hoe doen we dat? Ondoenlijk, aan de ene kant. Maar aan de andere kant, zoveel tokens in de omloop, die ook eens een keer niet aflopen, is een potentieel veiligheidsrisico. Dus waar we aan de achterkant in het bonhouderportaal landelijke voorziening proberen dingen te verbeteren, zou je eigenlijk kunnen stellen dat dat een beetje weggezakt is. En we hebben eens gerekend, er zijn ongeveer 1000 of meer dan 1000 tokens nodig. En dus potentieel ook een veiligheidsrisico. Wat we ook zien is, er is nooit echt een limiet op die marketing gezeten. Dus als dataleverancier kun je marketing aanmaken binnen een project. Maar je kunt ook meerdere aanmaken. Zoals je bonhouder kun je een marketing maken voor een dataleverancier, maar je kunt ook meerdere aanmaken. Is eigenlijk niet functioneel. Er gebeurt eigenlijk niks meer met die marketingen. Je kunt er wel verschillende settings in doen, maar uiteindelijk wordt ze samengepakt en is het één ding, zo zou je dat kunnen zien. Even kijken. Ik heb het laatste punt al genoemd, het is niet meer te veel. Ze hebben een grote hoeveelheid tokens. Stefan al gemeld, authenticatie en autorisatie. In de implementatie zijn dat twee compleet verschillende dingen. Authenticatie is eigenlijk een manier om jezelf kenbaar te maken bij een portaal. Als voorbeeld heb ik je aangehaald, je logt in bij je bank, je hebt vaak zo'n kastje en met het kastje en je bankpas toon je je identiteit aan. En het authenticatie heeft alles te maken met de identiteit die je hebt. Autorisatie daarentegen heeft alles te maken met de rechten die je vervolgens hebt. En dus welke rekening krijg je te zien bijvoorbeeld als je inlogt bij je bank. Krijg je de rekening van je kinderen te zien? Krijg je de rekening te zien van je bedrijf? Welke eigen rekening krijg je te zien? En dat zijn rechten die je hebt. En het punt is, door die marketingstructuur in dat bronhouderportaal lopen die zaken dus door elkaar heen. We hebben niet een afzonderlijke authenticatie en een afzonderlijke autorisatie geïmplementeerd. Het is voor ons de zaak, hoe brengen we die dingen terug? Hoe gaan we terug naar een situatie waar we eigenlijk alleen maar een marketing hebben en waarbij de dataleverancier kan inloggen en zichzelf kan identificeren. Dus we willen eigenlijk terug naar 1 token per dataleverancier. Of per organisatie. Onthouder kan zelf ook aanzetten. Dat betekent dat wij goed naar die marketing moeten kijken. En die marketingen die we nu hebben, die willen we eigenlijk stap voor stap willen we daar niet in doen. Zodanig dat we terugkomen bij een situatie waarbij authenticatie en autorisatie van elkaar gescheiden zijn. Maar ook zodanig dat die dataleverancier uiteindelijk maar 1 token hoeft te managen. Namelijk op het niveau van die dataleverancier. En niet binnen die marketing.
kunnen we niet in één keer om gaan gooien. Dat beseffen wij ook. Hè? Dus we moeten dat stap voor stap gaan aanbieden. Dus we zijn begonnen met stap 1. En stap 1 houden we in, ga eens kijken naar die machtingen. Hè? Dus die, wat zijn die machtingen nou? En binnen een project was het dus mogelijk om meerdere machtingen aan te maken. Een beetje terug hebben we dat gelimiteerd. Hè? Als je nieuwe machtingen aanmaakt, gaat dat niet meer. Je kunt dus niet hè, binnen een project voor één dataleverancier, meerdere machtingen aanmaken. In plaats daarvan kun je maar één machting aanmaken. En in die machting geef je opties aan. Kun je automatisch doorleveren, kun je automatisch tracteren. Dat zijn de opties die je in de machting mee kunt geven. Dat is gedaan. Dat staat live al een tijdje. En maar ja, zo'n REST interface waar je je op inkoppelt, als dat token ook gelijk autorisatie is, dus vertelt wat je mag doen, welke macht je als ware selecteert, moeten we dat ook opnieuw gaan bekijken. Dat kunnen we dus niet handhaven. Hè? Als je je token hebt op je autoriseren, moeten we qua machtiging, hè, welk project selecteer je nou, hè, moeten we iets gaan doen op die REST interface. Daar zijn we mee bezig. Wat we ook gaan doen is een aantal machtingen wat we dus hebben voor de bestaande situatie gaan terugbrengen. Dat is de stap die we nu gaan zetten. Hè? Vandaar het kleine blauwe vinkje. En uiteindelijk is het om meer functionaliteit te bieden. Dus binnen een machtiging ga je straks de optie zien om per registratieobject te selecteren wat een dataleverancier mag. En in de huidige situatie, als je de situatie erft, krijg je alle rechten. En je kunt het terug gaan brengen. Ik noemde de URL zojuist al. Ja, de URL is een technisch ding. Hè. Als je webbrowser hebt, dan heb je de URL. Nou, we werken met die interface ook tussen, tussen de software van de dataleverancier en de portaal. Die gebruiken URL's. Ja, en die URL die kunnen we op dit moment niet gaan handhaven. Daar moeten we iets mee doen. Want we moeten, als wij niet meer een token gebruiken, wat ik straks noemde, om te autoriseren, moeten we wel vertellen voor welk project dingen gebeuren. Dus de URL die wij hebben, die gaat wijzigen om een project-ID in te staan. Ook dat hebben we al gerealiseerd, dus dataleveranciers kunnen langzamerhand overstappen op het gebruik van die nieuwe URL. Als er vragen zijn, onderbreek mij rustig. Dit is een stappenplan. Het stappenplan, we hebben een aantal stappen uitgevoerd en we zijn dus nog bezig in de toekomst om een aantal stappen te zetten. Een van de voorstappen is natuurlijk, hè, we hebben nu die machtingen en in de machtingen zit dat token. Als we straks een machtingen per project hebben, willen we naar een situatie toe waarbij we dus dat token uit die machtingen gaan halen en gaan brengen naar het niveau van de organisatie in volgende. Dus je logt in als dataleverancier. Allereerst dat je inlogt, moet jij een token aanmaken voor jouw communicatie om jezelf te authenticeren. Dat is een van de volgende stappen. En dat kan relatief snel voor nieuwe dataleveranciers. Maar ja, voor oude dataleveranciers en de software die ze hebben, zullen ze eerst moeten migreren naar de nieuwe URL toe. Ze moeten hun software aanpassen om de nieuwe URL aan te roepen. Eerder kunnen wij niet die toestand veranderen. We willen toch op enig moment een klein beetje druk achter zetten om dat voor elkaar te krijgen, want het is tenslotte een veiligheidsding waar we mee bezig zijn. Dus we willen, we willen eigenlijk de geldigheid van onze tokens die we hebben nu op enig moment de tijd gaan beperken. En als je jouw tokens moet managen, is dat lastig en ook een reden om op te gaan naar één token. Zodra wij dat constateren, dat de nieuwe URL gebruikt wordt, kunnen wij in de toekomst, heb ik hier over, want het is al geschreven worden, een migratie aanbieden. Dan kunnen we zeggen van oké, ga dat token, die nou in die machtingen zit, ga dat op een centraal niveau regelen en één token. Ja, onze software is een product wat ontstaan is na 5-6 jaar bouwen. Ja, om dit om te zetten, zullen we eerst onder de motorkap de spullen in orde moeten maken. Daar zijn we nu druk mee bezig. Lopende actie, stap voor stap, met een aantal refactoring taken uitgezet, zoals dat heet, om die software klaar te maken en het principe te gaan nemen.
Zoals ik al zei, op enig moment in de tijd moeten we eigenlijk af van die oude situatie. En dus we willen eigenlijk iedereen zo snel mogelijk hebben op die nieuwe URL, de nieuwe situatie. Dat betekent dat software van onze softwareleveranciers aangepast moet worden. En om de nieuwe URL te gebruiken, dat ga ik niet een keer. Dat beseffen wij ook. Dus het duurt even voor we daar zijn. Het duurt even voordat alle softwareleveranciers hun URL's aangepast hebben. Maar zodra dat gebeurd is, kunnen we die oude situatie uit kunnen zetten. Kunnen we de oude URL niet meer toegankelijk maken. En kunnen we met de nieuwe situatie verder. En de nieuwe situatie heeft een softwareleverancier van de organisatie één token, één veiligheidsmiddel, waarover het wel een vervaldatum staat. Dus dat moet één in zoveel tijd. Dat mijn softwareleverancier het gewoon blijven gebruiken, zoals ik het stel. Oei. De softwareleverancier kan het blijven gebruiken. De oude URL. Ja. Het gebruiken kun je het niet uitzetten. Nee, ik kan op dit moment niemand dwingen om op te gaan als softwareleverancier, maar er komt wel een eind aan. Dus op een gegeven moment de tijd gaan wij zeggen, en we hebben dat nog niet gezet. We hebben nog niet een einddatum gezet, zeg maar er komt een moment dat we gaan zeggen van oké, vanaf die datum gaan we de oude URL voor uitzetten. Maar dus het is wel zaak dat er ergens ook nagedacht kan worden bij de softwareleveranciers over wanneer gaan we dat in. Ja, net dat het nu al komt, is het zo dat het nu al gebruikt wordt, die andere URL? De URL kan gebruikt worden, die staat al een week of vier lang. Ja. Dus heb ik eigenlijk benieuwd naar de bevindingen. Dus we hebben een demo-omgeving waar je kunt gebruiken. En we hebben de productie-omgeving waar je natuurlijk ook kunt gebruiken. Maar ja, we raden om eerst even te testen op de demo-omgeving, de aansluitomgeving en of alles goed werkt. Ook aan de kant van de software van de softwareleverancier. Kijken. Ja. Ja. Even van één slide. Kan je die bovenste even toelichten wat je daarmee gaat, wat dat gaat betekenen? Die overheidsrichtlijn beperkte geldigheid. Ja, dat betekent dus dat er ergens in zo'n tijd een nieuw token aangemaakt zal moeten worden voor de communicatie. Dus je logt in nu op een bron af, je maakt de machtiging aan. In het is dat gewoon een knopje van verversen? Want dit is natuurlijk heel erg ingegeven vanuit het proces richtlijn en veiligheid. Maar als ik vanuit de praktijk kijk, een aanlegproject of een verkenning, een aannemer van onderzoek, en die moet twee jaar later nog een keer aanvullend onderzoek doen en die data aanleveren en het token is gelopen, is dat natuurlijk, dat moet dus wel heel makkelijk zijn dit. Hè? Want zo'n uitvoeringsproject dat duurt gewoon 10 jaar. En als ik dan elk half jaar een token moet aanvragen, is dat natuurlijk heel onhandig. Een token aanvraag gaat gewoon via de webinterface, hè? Zoals het nu ook gaat het in principe. Zoals je nu een machtiging aanmaakt, alleen op de e-blijf je token doet. Maar we zullen daar aan het rekening mee houden dat daar foutboodschappen, stel dat je token verlopen is, helder zijn. En dat de procedure helder is te zijn gebruikt. En eigenlijk willen we misschien wel een token af in de nabije toekomst. En we willen eigenlijk naar een situatie toe dat we standaard authenticatie met elkaar gebruiken. Ook daar zal de praktijk het eindje naast elkaar hebben. Ja, wat ik probeer mee te geven is dat je kan heel erg vanuit de richtlijnen en verplichtingen denken, maar je hebt ook nog een praktijkkant dat mensen of bedrijven moeten aanleveren in een projectsituatie. Ja. Wat langdurig is. Een beetje werkbaar zijn. Ja. Ja, point taken. En dat is ons uitgangspunt. Kijk, we hadden. We kunnen niet in één keer op. Hè? We kunnen niet in één keer bij deze situatie. Dat beseffen wij heel goed en daarom willen we eens juist stapsgewijs te kijken van hoe komen we hier weg? Hoe kunnen we jullie zeg maar, meenemen in een plan dat we hier over een jaar zeg maar, bij wijze spreken vanaf zijn. En met de situatie daarvoor bestaan kan ook niet. Zeker niet in de huidige politieke constellatie. Hè? Dus we zagen dat mijn tweede directeur bij Kadaster waar gegevens op straat lagen en van gebruikers, van eindgebruikers. Ja, dat proberen we te vermijden. We proberen te vermijden dat we de voorkant, de achterkant helemaal veilig gemaakt hebben. Maar de voorkant, bij wijze van spreken, als iemand een token kwijtraakt, zomaar iemand naar binnen kan lopen, dan kan aanleveren. Was ik dit te denken, Sjaak, als ik 50 geld krijg voor een maand, of een jaar, dus twee jaar? Dan ga ik eigenlijk wijzen naar de richtlijn. Dan moet ik even kijken wat daarin zouden is. Dus er zit een maximale termijn op wachtwoorden. Ik weet niet hoe dat precies zit bij tokens. Daar zou ik de details in moeten kijken en moeten duiken. Maar de richtlijn stellen wel dat een token beperkt geldig zijn. Het mag gewoon heel beperkt geldig zijn. Dus ik veronderstel dat het op deze manier ondervangen is. Ben jij dat ervoor dat je volgt? Ik weet het
niet uit mijn hoofd. Ik weet wel dat, zeg maar, je noemde standaard voorhoud. Ja. Die heeft eigenlijk een hele hoop dingen ingeregeld om tokens te laten verlopen, maar ook om het heel makkelijk automatiseerbaar zelfs te maken om nieuwe aan te vragen. Zoals jij. Nee, maar dat soort dingen, dan moet je wel ook nadenken. Precies, hè? Dus daar zit dat in ieder geval. Dus dat betekent dat je token bij het verloopt, maar dat je software ook een middel heeft om zelf een nieuwe aan te vragen zonder dat de gebruiker eraan te passen. Gewoon om te voorkomen dat als iemand het token ergens onderschept, dat hij ermee aan de gang kan gaan. Maar als jij je software goed hebt gebouwd, dat jouw software constant nieuwe tokens kan krijgen. Ja. Die staat je al. Dus Frank noemde hem al. Ja, wat we eigenlijk willen is met onze tokens centraal managen, dus één token per organisatie. En we creëren ook mogelijkheid om naast dat token, naast die EWT tokens en dingen zoals andere authenticatiemiddelen te introduceren. En dus wat er in het verschiet ligt nadat we dus overgegaan zijn naar een punt waar we de token managen, is een migratieslag naar een nieuwe authenticatie middel. En ook daar zal de situatie zijn dat het in tijd naast elkaar loopt. En, maar er is mijn vermoeden nu wel eens kunnen kijken. Maar de bedoeling is dat we daarop uitkomen. En waarom? En deze staat op de pas toegevlek uitlijst van de overheid van de hele architectuur. Hier betekent ook, we staan er niet. En dat is het laatste groene vinkje wat Stefan in zijn slide heeft geplaatst. Dit was allemaal over de rechtskant. Hè. Dat is de meest gecompliceerde kant, zou je kunnen zeggen. Dus de communicatie tussen de software van de softwareleverancier en het onderwerpportaal. Er is een webkant aan het verhaal, hè, waar je zelf in logt als gebruiker met een gebruikersnaam wachtwoord. Op dit moment ondersteunen wij eigenlijk drie authenticatiemiddelen. We ondersteunen e-herkenning, de-facto authenticatie, waarbij je moet inloggen met je gebruikersnaam en wachtwoord. En dan op jouw mobiel, zeg maar, een token moeten genereren wat je invult. En we hebben nog de gewone gebruikersnaam wachtwoord combinatie. We willen eigenlijk af van die laatste. We gaan een gesprek met onze service desk samen zitten met Megan en het team om die situatie uit te faseren. En die gebruikers te benaderen die nog op dat authenticatiemiddel zitten. En ze dat doen we bewegen om naar de facto authenticatie te gaan. Of de herkenning, dat kan ook. De facto authenticatie, dus gebruikersnaam wachtwoord plus een token wat je moet genereren op jouw mobiel, hè, voor het op de webinterface in te loggen. Is al een tijdje, is het standaard, maar de Nederlandse overheid heeft ook e-herkenning ingezet en we zien dat die dingen naast elkaar bestaan. Nu had ik een demo gepland van het onderhoudportaal, dus ik heb een collega online zitten, Jos. Jos is ontwikkelaar in mijn team, Jos Nieuwenhuizen. En Steen, ik weet niet of Jos klaar voor is. Ja, ik zie Jos klaar zitten. Dan zal ik niet alle tijd zoeken, dan heeft hij nog 10 minuten om een stukje demo te geven. Dus wel even in het scherm. Goed, ik zal even mijn scherm delen. Ja, ik ben Jos Nieuwenhuis, ik ben ontwikkelaar van het Bro-team. En ik zal straks laten zien dat je maar één machtiging per project kunt aanmaken. Even Jos, want ik moet even het scherm hier dichtgooien. Dan zien de mensen hier, ja, hier ook. Oh, ja, wat zei je, Wilfried? Nou, ik probeer je op het scherm te krijgen. Oké. Okay. Ja, Jos, je kunt het. Oké. Okay. Ja, ik laat het bronhouderportaal zien vanuit, eerst vanuit het
oogpunt van de bronhouder. En ik zal laten zien dat je maar één machtiging per project kunt aanmaken. Ja, dit is een ontwikkelomgeving. In principe gebruikt hij dezelfde code als productie- en demo-omgeving. Alleen het zijn natuurlijk andere projecten en andere gebruikers. Wat je ziet is bijvoorbeeld bij dit project praktijkproef SAA-6 Almere, zie je dat er een aantal machtigingen zijn verleend. En als ik nu ga proberen om nog een machtiging aan te maken voor eenzelfde organisatie, bijvoorbeeld ik heb een aanlevermachtiging al en ik wil een controleermachtiging toevoegen. En ik probeer die toe te voegen, dan krijg ik de melding van ik heb al een machtiging voor deze leverancier. En ik zou dus eigenlijk die andere machtiging moeten aanpassen met deze extra optie om te controleren. Nou ja, stel je voor, ik ga deze machtiging intrekken. En ik probeer dan een machtiging aan te maken voor dezelfde organisatie. Aanleveren. En controleren. Dan gaat het nog steeds niet, want er is een machtiging en die is toevallig gesloten. Maar die kun je heropenen om deze opties toe te voegen. Dus ja, ik kan hem heropenen. En ik kan de machtiging aanpassen. Dus nu kan ik zeggen van voor Parkway, deze kan nu aanleveren en controleren. En nou ja, je kunt automatisch accorderen niet aanzetten. Nou ja, dat weet ik even niet hoe dat zit. Maar dit is de manier waarop dan de machtiging wordt aangepast. Stel je voor, er zijn op dit moment meerdere machtigingen voor een project, voor een bepaalde organisatie, die blijft bestaan. Het gaat om alle nieuwe machtigingen die je probeert aan te maken. Nou ja, dit is eigenlijk het scherm voor de bronhouder. Ziet het scherm er iets anders uit? Je hebt een groen blok met een machtiging. En dit is wat je net zag. Deze machtiging is verleend. Rijkswaterstaat in deze organisatie. En je zou nu een levering kunnen toevoegen via de user interface om toe te voegen aan dit project. Je kunt het ook doen via een aanlevertoken. Dan ga je aanleveren via de API. En ik zal straks even laten zien hoe je dat kunt doen. Maar aanlevertokens kun je ook maar eentje aanmaken per machtiging. Straks zal het zo zijn dat je maar één token per organisatie kunt aanmaken. Maar op dit moment is het nog zo in een soort van overgangssituatie wat Sjaak heeft uitgelegd. Dat alles wat nu nog werkt, dat blijft zo werken. Dus als je meerdere tokens hebt, dat werkt nog. Maar op het moment dat je nieuwe probeert toe te voegen, dan zal eerst worden gevraagd om een oude te verwijderen. Dus dat is ook wat hier staat van nieuwe token nodig. Verwijder dan deze eerst. Dus deze kun je verwijderen. En je kunt een nieuwe token toevoegen. Dus dat is eigenlijk hoe het op dit moment werkt. En tokens in de toekomst die zullen dan geregeld worden via mijn organisatie. Dus niet meer per project of per machtiging. De meeste leveranciers die zullen niet aanleveren via de webinterface, maar via de API. En via de API kun je zien, nou ja, dit is de manier waarop aangeleverd. Er is een versie 1 van de API en een versie 2. En wat je nu ziet is een versie 2. En omdat we de tokens niet meer per project willen hebben, maar eigenlijk per organisatie, is er al een voorbereiding gemaakt in de API's, zodat je
een project moet gaan opgeven om een levering te doen. Dus stel je voor, gaat een upload aanmaken of je gaat een levering doen, dan moet je dat doen met een project ID. Dus die project ID is required in de versie 2 van de API. Als ik dat even laat zien, want ik heb dan nu die interface definities geladen. In even, nou ja, wij gebruiken Ready API om de interface definities te testen. Maar dat hoeft natuurlijk niet Ready API te zijn. Het kan ook gewoon low-level programmacode zijn. Dan zie je nu de oude versie. En de oude versie die heeft je kunt posten op een levering. En je ziet hier dat bij het gebruik van URL gebruik je gewoon leveringen. En hoe weet de applicatie nu in welk project je zit? Nou ja, dat wordt nu afgeleid van de token. En de token die zit verborgen in de autorisatie. Dus deze autorisatie bevat zowel de username en password. En als je dat ziet van, nou ja, dit is eigenlijk precies wat je zag zo net bij het aanmaken van token. Je hebt een username en password. En die wordt via basic authentication toegevoegd aan de HTTP headers. Dus dit request vuur je af. Stukje XML. En die post je op een HTTP URL. In productie zal het een HTTPS URL zijn. En dan krijg je een respons op van, nou ja, deze levering is aangemaakt. Als je kijkt naar de versie 2 API's, dan is dat een klein beetje anders. Namelijk, nee, het is bijna hetzelfde, alleen wat je ziet is je voegt nu expliciet een project ID toe om een levering toe te voegen voor een specifiek project. In dit geval gebruik ik project 37. En in RAW ziet dat er zo uit dat je hier in deze URL zie je dat genoemd wordt het project ID 37. Op dat project ga ik een levering toevoegen. Dat betekent dat je niet per se een token nodig hebt om specifiek voor dit project. Maar je moet wel, nou ja, een token zijn van een organisatie. En dan wordt in de programmacode gekeken of deze organisatie een machtiging heeft op dit project. En als dat zo is, dan kun je een machtiging aanmaken. Dit is eigenlijk wat ik wilde laten zien. Terug naar Sjaak. Ja, dankjewel voor de demo. Dat zat Sjaak hier staan. Dat token dat je nu ziet, wordt alleen voor authenticatie gebruikt. Alleen maar gebruikt om te zeggen van deze partij is wie die is. Kan aantonen wie die is. En daarom is het extra stukje in die URL nodig. Terwijl voorheen, wat ik zo was, dat de ding om het te gebruiken, om het juiste project te selecteren. Dus autorisatie en authenticatie door kan doorkrijgen. Ja, er is wel online een vraag van Maarten Haatwaker. Ja, ik zag hem al bijna. Je zag hem al? Ja. Oké, okay, nou, de vraag van Maarten was, blijven de betrekkingstokens bestaan zoals die zijn? Nou, wat twee typen extra speciale tokens zou je kunnen zeggen. Dat zijn verrijkingstokens en dat zijn validatietokens. Het zijn niet bijzondere gevallen. Verrijkingstokens blijven gewoon bestaan, maar worden wel gekoppeld aan een URL voor een project. Hè, want je verrijkt iets in een project, hè, dus in de documentatie. Validatietokens maken we eigenlijk onderscheid tussen validatie als je al een leveringen. Als je al een dossier geopend hebt, als er al een object bestaat en de situatie daarvoor. De situatie daarvoor zal geen token nodig hebben. Ja, er is niks, dus je kunt gewoon valideren. Die services die zijn er ook al. We staan gewoon al heel lang live op RS-services. Binnen een project, als je wil kijken of je binnen de project een registratieobject een aanvulling wil doen, bijvoorbeeld voor een grondwaterstandendossier. Ja, dan moet je al een project gehad hebben, anders had je dat ding in eerste plaats niet kunnen maken. En dus dat wordt gewoon gevalideerd voor het project.
min of meer het andere bezwaar op. Zo kunnen we antwoord maken. Helder. Ja. Of een vraag. Ik begrijp dat je op een project kun je meerdere organisaties toewijzen. Net deed je er eentje als voorbeeld. Ja, je kunt wel meerdere leveranciers op een project hebben. Dat is inderdaad een idee. Maar een leverancier mag maar één machtiging in een project hebben. Dat is wat het uitgangspunt wordt. Oké, dan is een leverancier. Is dat geen dataleverancier? Of kan die dezelfde rol hebben? Sorry, niet vaak dat dan gewoon weer schuldig blijven. Nee, een dataleverancier of een bronhouder, als hij geld levert. Een dataleverancier kan maar één machtiging binnen een project hebben. En alles wat je daarin kunt hebben, wordt met opties geregeld. Oké, okay, nou, ik zit even te denken aan de situatie dat je bronhouder geeft een organisatie, dan geeft het toe. En dan vervolgens verwijt je door naar de dataleverancier. Die dataleverancier moet het dan bekend zijn, maar als ik tot niet toegewezen ben, dan zie ik niks. Dus kan hij dan als een extra organisatie mij bekendmaken, of moet ik echt als een dataleverancier bekend worden? Maar goed, daar zit ik even een beetje mee, maar moet het zien als andere. Misschien moet ik een keer naspelen. Ja, als ik moet okay. Even kijken hoe dat die kaders eruit ziet. Maar normaal gesproken is het zo, je hebt een project aangemaakt als bronhouder. En dat project weet je op een dataleverancier actief laten zijn. En dus maak je bij die dataleverancier een machtiging aan om te kunnen leveren op dat project. Kan dan van meerdere dataleveranciers op dat project zitten, dat kan. En verschillende dataleveranciers, dan mag je machtiging toevoegen op dit andere data. In de view van de dataleverancier ontstaat er dus een mag ging, waarop je dingen mag doen. En ja, dit wordt straks zo, en nu doe je dat met als een token regen, maar straks zal het zo zijn dat je een datasterke leverancier koffie krijgt, kunt selecteren. Maar we zijn nog niet verder. Dat zijn die stappen die nog uitgereid zijn, zou je kunnen zeggen. Gaat in de komende maanden op dit persoon. Ik heb nog één vraag misschien. Ja, wat ik kan me voorstellen wat die meneer bedoelt, is dat je een token makkelijk door kan geven aan je onderaannemer. Dat willen we precies voorkomen. Ik wil niet hebben dat er heel veel tokens gaan rondwerpen. Oké. Okay. Andere vragen nog? Dan wil ik jullie hartelijk danken voor de aanslag. Stefan, dank voor de info. Okay. Ja, die vond ik ook even uitleggen. Ja. Ik ben Jos in Tweewoud, dus ik weet dat ik al ook. Kijk, er is altijd een natuurlijk spanningsveld tussen gebruiksgemak aan de ene kant en beveiliging aan de andere kant. Dat geldt niet alleen voor software, dat geldt ook voor cirkels en gebouwen binnenkomen als wel. En beveiliging zal altijd betekenen dat er een stuk van dat gebruiksgemak ingeleverd moet worden. Wij gaan natuurlijk wel. Vanuit de basisregistratie er alles aan proberen te doen om dat inleveren zo klein mogelijk te doen. Maar we zullen echt wel iets moeten doen. We kunnen niet de deur wagenwijd open laten staan. Overal laten doen wat dan mogelijk is binnen de basisregistratie. We moeten daar echt nog een op aantrekken. En dat betekent inleveren van een stukje gebruiksgemak. Dat zal de consequentie zijn. Ik hou ons op dat wij er alles aan doen om dat stukje in leven dus op te nemen. Ja, mag ik het volgende stukje pakken? Goed, dankjewel, Stefan. En Steam, is die ook online geplaatst? Nee, de slide is nu niet te zien. Ja, ik vind het mooi. Ik wil hier. Ja, ik wil, dankjewel. Ja, mevrouw de Broek. Alleen was het alleen fase 1, maar we hebben tegenwoordig ook milieukwaliteit moeten zeggen. Dat was fase 2. Dus die zit daar ook in. Misschien Stefan heel kort even fase 2 toelicht. Ja, daar heb ik fase 2. Ja, hoe lukt het dit van? Ja, we zijn begonnen met milieukwaliteit. Van dit daar geen 1000 meter.
Hier staat de globale planning zoals we die hebben van maken voor. Hier staat wel heel optimistisch start 1 juli. Dat hebben we niet gehaald. Het is 1 november gehoord. Dus we zijn 1 november begonnen met milieukwaliteit. We hebben onze eerste sprint van 3 weken gehad. Voor het maken van standaard. Ik wil je heel kort meenemen in wat we gaan doen en wat de tijdlijnen zijn. We gaan een aantal dingen iets anders doen dan we in het verleden hebben gedaan. Ten eerste, we beginnen met de historische gegevens. Toen begonnen we altijd met de nieuwe aan te leveren inbouwgegevens. We zitten nu met de historische inbouw aan. Omdat wij denken dat daar voor milieukwaliteit echt verreweg de meeste waarde in zit. En het helpt ook bij wat we vervolgens ook anders willen doen. We willen iteratief de standaard gaan maken en meteen bouwen. En voor bouwen is het makkelijk om te beginnen met historische gegevens dan met de nieuwe. Dus we hebben eerst een keer in BROA met de ambitie om in mei de publieke consultatie te starten voor onze registratie. En vervolgens gaan we door naar dit niveau met de ambitie om midden 2024 klaar te zijn. Nou, dat betekent dat voor in BROA de ambitie is om op 1 januari 2024 deze van kracht te laten gaan. Te zijn, historische gegevens en voor de inbouwgegevens zou het 1 januari 2025 zijn. Waar je er ook nog bij gaat als opmerking, er is ook nog een wetswijziging nodig om te zorgen dat netbeheerders ook echt bronhouder kunnen worden. Dus voor die tijd mogen ze al wel aandelen, maar zijn ze niet verplicht. En vanaf die wetswijziging zouden netbeheerders dan ook verplicht zijn. We vinden het leuk, het is ook spannend, maar we zijn goed op weg. Vanaf januari wordt het echt interessant, dan gaan we echt iteratief werken en proberen we ook echt meteen de hele keten, dus met softwareleveranciers en grondhouders te betrekken om stapje voor stapje standaard uit te bouwen en meteen ook een tastbaar resultaat te hebben. Dus dat je niet alleen naar een UML-diagram staat te staren, maar dat je ook direct een implementatie in software hebt waar je kunt zien van, oh, zo werkt het voor mij in de praktijk. Ja. Dank u wel, Frank. En jullie kunnen nog wel meekijken tijdens de review-sessies. Ja. Afgelopen maandag was hij. En 70 bezoekers. Dus een volle bak. Ja, dat was heel goed. We hebben er dit jaar nog eentje. En die gaan we nog even op maandag houden. En vanaf volgend jaar gaan we over op de donderdag. De conclusie was, inclusief ondanks de hoge opkomst, dat de opkomst nog hoger zou zijn als de donderdag was. Ja, dus we gaan vanaf januari gaan we naar de donderdag. Via de website en de nieuwsbrief zal worden aangekondigd van de eerste lijn. Dat kan gewoon alle sessies van de ketendag eigenlijk weer op één dag doen, zodat het geprimeerd is. En als het nodig is, doen we het weer live. Hey, dank je wel, Frank. Mag ik daar nog een vraag opstellen? Ja. Bij milieukwaliteit heb je natuurlijk de milieuhygiënische data, zeg maar. Hè? Dus voor zink, kalkmier, lood en zo. Wat je ook. Heb natuurlijk zijn de boringen die gezet zijn in het verleden. Die al niet via SKB zijn qua beschikbare zijn gekomen of in de bodemdatabase zitten. Ja. Wat je vaak merkt is dat die data, dus de boringen zelf, dat die vergeten worden. Omdat ze niet worden gezien als geologische boring. En eigenlijk een enorme kracht zit in het archief, zeg maar, aan historische boringen en boorbeschrijvingen. Die niet ontsloten wordt en ook vaak in dit soort nieuwe trajecten niet wordt meegenomen dat het puur gefocust is op milieukwaliteit. En wat de beleving bij de branche is dat die data niet aangeleverd worden. De boringen zelf. En ik denk dat het wel, zeg maar, voor het stedengebied het vrij essentieel omdat er heel veel boringen zitten, vaak ook diepe boringen, die weer gebruikt kunnen worden in ongelmodellen op andere manieren. Om te relateren zijn in ieder geval aan milieukwaliteit. Ik ben niet de product owner, dus Roland Heuvel is de product owner. Ik kon er vandaag helaas nog niet bij zijn. Op deze dag zul je er wel zijn. Dus ik durf je niet een keihard inhoudelijk antwoord te geven. Ik kan wel zeggen dat het bij de twee registratieobjecten waarvan één daarvan echt ingaat op genomen gegevens. Dus er zouden potentieel die boringen in kunnen zitten. Maar ik zou ook zeggen, kom bij onze sprint reviews of neem contact op met Roland kijken of. Zorgen binnen scope staan, ja of nee. Wat misschien ook interessant is, we hebben een scope document gemaakt.
En dat scope document is ook verkrijgbaar. Dus die kan je van publiek inlezen wat wij precies wel en niet binnen de milieukwaliteit hebben opgenomen. Wil ik jou vragen, hoe definieer je die milieukwaliteit? En het grondbehoring, is het de asbestpartijkeuring, het is zo breed, het vak niet. Ja, misschien moet ik daar diep op ingaan, denk ik. Het is iets wat ik de beste niet aan mij kan vragen. Nee, maar is het dan ingekaderd op hoe dat heet? Ja, dus er is een scope document, dat is voor iedereen bewezen. Dus misschien is het ook goed om met het verslag van Peter dan ook de link naar dat scope document bij te geven. Dan kan iedereen dat... Exact. Het is misschien wel goed om aan te geven met dat scope document nog in het is nog in werking, ja. We zijn voorafgaand aan het starten met het milieudomein een aantal onderzoeken gedaan. Die onderzoeken zijn gewoon terug te vinden. Die staan ook op de website. En verder zijn we nog druk bezig met het scopen. Jij noemde net partijkeuring, geloof ik wel. Alweer afbed voor asbest. Dus de BRL. Ja, de domeinbegeleidingsgroep is dat gisteren aan de orde geweest. En daar is de voorkeur van de domeinbegeleidingsgroep wel op te nemen overigens. Nou, dus er zijn nog een aantal andere keuzes die, nou ja, waar nu over gesproken is en wordt. En die opgenomen gaan worden in dat scope document. Nogmaals, die is nog niet helemaal klaar. Voor het cijfer kijken, in de oude vraag is al een moment. Stel ik voor dat het in de richtingssessies dit komt, anders dan gaan we niet in zonder dat het dan erbij is. Ja, dankjewel, Frank. Nou, misschien de tijd. Ik heb naar fase 1 toch even terug naar wat we allemaal al hebben staan en wat daar bij komt. En dat we nog doen afgemaakt. Zal ik mensen dan pakken, Stefan? Dit is even het bodem- en grondonderzoekdomein. Zoals wij werken, plannen per kwartaal wat we gaan doen. Maar we kijken wel vooruit, maar dat is nog niet gecommitted. Q4 is committed. Wat op dit moment hard gewerkt is Inspire. Compressie tooling die is mij afgerond voor een geotechnische vooronderzoek. Dat kan dan ook geconfronteerd worden. Dat betekent dat er een hele hoop extra boringen in de bron komen en dus de herbruikbaarheid gaat toenemen. En ze zijn volop bezig en dat is al lang, dat zal ook nog een tijd zo doorgaan met geologische boringen. Ook die willen we uiteindelijk ook in de bron hebben. Misschien wel in stukjes om onderdelen worden die ook gewend en vastgesteld en die zullen straks in de verloning gaan. Het ontwerp monitoring domein, heel kort even. Daar wordt, als het voorzien is, kijk ik even naar Frank, even een uitwerking van standaard voor het monitoring put. En we willen de historische data met name op de grond als standaard de bron inbrengen. Dat zijn ook feitjes die met elkaar zitten. En er komen drie nieuwe catalogie, niet schokkend. Misschien wel voor de contact point van het, dat komt wel uitbreiding. Maar de andere twee worden de werkafspraken, worden in de juridische versie passen. Dus het is dan onder risico's het kostbaar. Gepland werk voor grondwatergebruik. Dat is zo goed als afgebouwd. Ik kijk even naar Sjaak. Ja, precies. Dus die is zo goed als afgebouwd. Dus dat is een mooie prestatie die de afgelopen periode de planteam gedaan heeft. Die gaat in productie en in beheer. Begin volgend jaar. Dat is er. En dan gaat de LGR voornamelijk aanleveren. Daar gaan ook heel veel systemen, productiedossiers te gaan brouwen. Ik weet dat Ewald ook wel nieuwsgierig is naar de lijnbouwwet, vooral. In dat staat. De mijnbouwstelsels, of de lijnstelsels moet ik zelfs zeggen. Die zijn een groot deel door afgebouwd op dit moment. Dus die gaan we gereed krijgen dit jaar nog. De andere twee onderdelen van de wijnconstructie niet. Maar die gaan het kwartaal te laten komen. Hè. We werken echt jaar om te kijken wat het meest waardevol op dit moment die pakken als eerste. En de mijnbouwvergunning, daar wordt aan gewerkt. En dan kijken we ook echt jaar hoe ver we komen dit jaar. En ons werk daar volgend jaar van verder. En dan Sharks en team. Met ondersteuning van standaarden nog steeds. En die nog steeds een bijna doen. Dus tot slot even een hoekje, met name wat preventief beheer. Dat bij het team van Sharks zit. Security is al genoemd.
Zeg ik ook goed om even een blik te werpen op wat er allemaal aankomt. Start met de vervanging van D-herkenning, hè, dus dat heb ik nog zien. Dus dat is even de roadmap voor die registratieprojecten die al in beheer zijn of bijna in beheer zijn. Heb je daar nog vragen over schrijven? Ja, ik zie dat jij in Q4 doe jij de GLD, dat is alles wat in de mogelijkheid staat. De historische data leveren, in ieder geval. Gaat het in Q4 gebeuren? Nou, dat is ja en nee. Ik denk niet dat het in Q4 oud is, maar het is wel volop in ontwikkeling. Maar alles wat in de DINO zit dan, gaat via jullie die route? Ja, het is wat ingewikkeld, want het hangt vast hier nog al de hand op steken op het hier best andere gegevens. Ja, mij nog iets. Er zijn twee sporen, van via ons. Dat kan alleen via ons, als de punten ook via TNO de TNO zijn geleverd. Of zeg maar buitenom, dus een andere aantal leveranciers zijn geleverd. Kunnen wij niet direct naar die dan. En met de data leverancier van diensten daar mij op dat als dingen dubbel gaan, als jullie zeggen van nou ik heb een dien van mijn dienst met de brood en wij gaan het ook leveren, gaan we allebei leveren. Het staat wel in afstemming met de bronhouder, dus ja, komen dat het dubbel gaat. Ja, dat is wel voorkomen. Nou, dat ook, ja. Heel kort, want nu zijn we bij ons hier om. Ah, sorry. Is de LHR de enige manier om watergebruikers naar weer op te krijgen? Het gaat niet om of de LHR alleen de enige weg is om die data aan te leveren of rechtstreeks koppeling naar te brengen. Erik, zie je ook een vraag. Erik. Vanuit de studie hebben we afgesproken dat de route via LHR. Waarbij dus geen bronmateriaal tussen zit. De preferente route voor de grondwatergebruikers. Maar dat er ook een mogelijkheid is om die grondwatergebruikers gewoon rechtstreeks via de bronmateriaal. Dus er zijn bronhouders die maken nu geen gebruik van de registratie in het grondwaterregister. Die bronhouders die worden ook in staat gesteld om via bronhouderbetaald gegevens aan te nemen. Dus wel een oproep, ook vanuit de koppels in samenwerking met de sturing, om toch te kijken of een registratie via LGR referent is, of je daar zou moeten aansluiten. Een van de dingen, het gaat met name voor de grondwatergebruikers die maken met bodemenergie. Een van de voordelen van het registreren in LGR is dat dan ook de WKO-tool, die door heel veel mensen in het land wordt gebruikt voor kijken naar potentie van bodemenergie, daar ook gevuld wordt vanuit LGR. Dus als je gegevens van grondwatergebruikers van bodemenergie systemen niet via LGR naar de bureau brengt, dan komen die in eerste instantie niet op de WKO. Dat is het groot voordeel. En ook wordt daar de grondwateronttrekking, de linkswateronttrekking en de kleinwateronttrekking worden ook getoond op WKO toe. Dus die kun je zien voor alle interferentievraagstukken. Dat is een van de belangrijke redenen om de boodschap te zenden. Nogmaals, iedere bronhouder dit daar kan zijn eigen keuze de boodschap te zenden. Overwegen om ook via LGR te gaan. En LGR aan de voorkant wordt ook verbeterd om de leving aan het LGR laagdrempelig gebruik te doen. Deze mooie antwoord. Ja. Dankjewel, Erik. Oké, wat nieuws in mij is. Ik kan het al noemen, dit is 10 december, maar dan. Stel ze belangrijk, aanstaande maandag. Linda staat in de. Het is al bekend wat in het broodje gekomen, Linda. Dat komt verder. Dus dat zijn de dingen die op ons afkomen. Yes. En in het nieuwe jaar. Ga ik in pauze. Ik heb het gedaan al. Bijna, dankjewel. Wat hebben we gedaan? Pauze tot kwart voor elf. En dan is een sessie die gelijk gaat worden door Service Desk en aan Meken. Dan Cliffhanger Meken. Wat gaan we precies. Kun je mensen trekken? Ik verwacht vooral veel input vandaan. Allerlei vragen, interactie, vragen over met name bronnenbetaal, denk ik. Ja, over het aanleveren. Ja, over alles wat men vraag heeft over aanlevering van gegevens of beheren van gegevens. Of ja. Eigenlijk waar het naartoe gaat. Dat is nog gewoon in deze zaal.
Daar gaan we straks om 11 mee beginnen. Dan is er pauze en in de pauze is er een rondleiding. Er zijn twee groepen mogelijk, dat zal straks al wel wijzen. Ronald, ik zou Ronald al zien, die zal de rondleiding leiden. Die kan alles vertellen over de beschrijfruimte en dat we daar doen bij TNO, de geologische dienst. Maak daar gebruik van. En in de middag dan is de nadruk wat meer op hergebruik. Hergebruik van de brokengegevens. En dat zal deels hier zijn en deels ook in de ruimte die aan de overkant is, maar op de wijze van zelf verzamelen in de hal en dan zeggen we daar wel wie dan de sessie gaat volgen. De sessie voor Almere zal hier zijn en de sessie voor Noord-Brabant, die doen we voor, die zal aan de overkant zijn. En we willen afsluiten vandaag wel om 3:30. De lunch zal straks ook in de hal zijn. En ik moet weer rondlopen in de hal. Er is een stand. Ja, met een broodket, dus maak daar gebruik van. Alleen broodket, andere zaken nog. We kunnen het PDOK laten zien en we kunnen het ook hebben over de uitgerichte service. Ja. We kunnen de model van de wagenkracht laten zien, dus in beeld staan er ook. Dus maak er gebruik van. Pauze tot 14:45. Dank jullie wel. Dat is de goede zaak.